Leuk dat je weer kijkt. Welkom bij vlog nummer 33 alweer. Vlog nummer 33. Jawel, vlog nummer 33. Ik ben eigenlijk een beetje laat met het biertje. Het is nu 2 dagen geleden dat het Pasen was. Maar ik had toevallig nog een paasbiertje in de koelkast staan. Nou ja, zoals jullie in de intro al hadden kunnen zien, heb ik vandaag meegenomen een biertje van Brouwerij Het Ei. En jawel, de paasei. De paasei is een speciale editie die elk jaar weer uitkomt bij Brouwerij Het Ei. En ik moet zeggen, ik drink hem al een aantal jaartjes. En ik haal er ook nooit extreem veel van. Het is gewoon, het is een lekker bier. En ik wil hem ook elk jaar weer proeven. Het is echt een speciale gelegenheidsbier. Dus, nou ja, zoals je het etiket, zeer herkenbaar. Voor de mensen die Brouwerij Het Ei wel kennen, nou ja goed, hè, ze hebben altijd hun tekst zo staan. En vaak in plaats van het ei zie je vaak een struisvogel staan. Dat is ook hun logo. Oh, staat op de achterkant staat die ook nog. Yes. Er staat ook nog een stukje achterop. Ons vroegere lentebier, waarmee we elk jaar het voorjaar inluiden. Paasei is een licht amberkleurig bier met een zachte, kruidige smaak en een frisse afdronk. Een ei dat graag gevonden wordt. Dit eitje die heb ik gevonden bij de Albert Heijn. Ik kan me nog herinneren dat in het verleden was hij toch wel wat moeilijker te krijgen. Maar sinds Brouwerij Het Ei samen is gegaan met Duvel Moorgat. Is de productie ook behoorlijk opgehoogd. En zijn hun biertjes beter te krijgen. En zoals achterop ook al staat, het is een lentebier. Lentebok, niet echt, nou een lentebiertje. Dus ik ga hem openmaken. En we hebben ook het bijpassende glas. Zoals ik vorige keer al zei, ik ben ook echt een glazen liefhebber. En voor de gelegenheid en ook voor in de toekomst is het misschien wel leuk om gewoon het bijpassende glas erbij te nemen. Voor zover ik hem heb. Ik heb niet alle glazen natuurlijk. Daar zoveel ruimte heb ik nou ook weer niet. Ik ga hem openmaken. Ben benieuwd. Licht sisje. Nou, hij ruikt hem al. Kruidig. Lekker lentebiertje. Ik ga hem gewoon inschenken en ruiken en kijken wat hij doet. Ben benieuwd. Nou ja, hij is licht van kleur, hè. Dat stond ook al achterop aangegeven. En de kleur ook wel amberkleur genoemd. Nou, goede schuimkraag. Ziet er goed uit. Ik ben heel benieuwd. Nou ja, wat ik al zei, ik ken hem wel. Ik heb hem elk jaar. En ik hoop dat hij net zo lekker is als al die voorgaande jaren. Dat is het is een goed biertje. Ik ga hem ruiken. Ik ben benieuwd. Ja, ruikt prima. Toch ruik ik wel iets bijzonders. Het is net alsof ik een beetje chocola ruik. Ik kan het tussen mijn oren zetten. En even goed ruiken. Ja, het lijkt wel iets van cacao, maar ja. Lastig. Hij ruikt in ieder geval ook fris. Ik ga hem gewoon proeven weer. Op Pasen 2017. Voor de mensen die dit kijken, nou, Pasen is al voorbij. Maar goed. Beter een later paas dan geen paas. Hè? Dus ik zou zeggen, proost. Lekker. Ja, die chocola, dat zal wel een verstandsverbijstering zijn. Want die komt qua smaak helemaal niet terug.
Staat er ook niet op hoor, dus het ligt puur aan mij. Maar qua geur dacht ik het even te ruiken. Fris biertje. Kruidig. Eigenlijk ook gewoon een beetje typische brouwerij ijssmaak. Ja, ik kan niet heel goed uitleggen welke smaak dat is. Maar als je de zatte van hun drinkt en de natte en de Columbus, proef je allemaal echt een beetje, ja, een beetje hun smaak terugkomen. Dat heb bijvoorbeeld Lef heb dat ook wel een beetje. Dat is echt een beetje. Ja, ik vind het altijd wel knap als een brouwerij dat kan. Dus smaakt prima. Lekker fris. Wat ik nog wel moet zeggen is, hij is houdbaar tot januari 2018. Dus ook niet gigantisch lang houdbaar. Alcoholpercentage 7%. Prima. Lekker om weg te drinken. Ideaal biertje voor in het zonnetje, voor in het voorjaar. En nogmaals, het hoeft niet altijd met paas gedronken te worden. Het is een leuke bijkomstigheid. Ze weten het weer goed te verzinnen, zeg maar. Goede marketing. Maar in principe kan je dit gewoon lekker het hele voorjaar. En tot wanneer die verkrijgbaar is drinken. Het is een prima biertje. Overigens is het ook wel leuk om te vermelden dat Brouwerij het Ei komt uit Amsterdam. En het mooie van Brouwerij het Ei is dat het hun café zit onder de molen. Onder een molen in Amsterdam. Welk stuk van Amsterdam, hoe dat precies is, weet ik niet. Maar het is richting Artis. Dus als je naar Artis gaat, denk even aan Brouwerij het Ei. Het is hartstikke gezellig daar. Je kan er ook in de zomer heerlijk lekker een biertje drinken. Ze hebben er ook heerlijke gerechten bij. Ik ben er al een aantal keren geweest en dat beviel mij altijd prima. En bevalt me nog steeds prima. Dus ik, mocht je hem zien in de supermarkt of bij een slijter of waar dan ook, zou zeggen, drink hem lekker. Want het is een heerlijk fris biertje met een goede smaak. Dus ik zou zeggen, bedankt weer voor het kijken. En uiteraard weer tot de volgende keer. Cheers.